En de commissie van rapporteurs, wet collectieve rechten inheemse volken en tribale volken, heeft vandaag een workshop gehouden. Deze was bestemd voor de leden van de commissie. De opening van de workshop is gedaan door parlementsvoorzitter Marinus B. Hij gaf aan dat het voor Suriname van eminent belang is dat dit vraagstuk wordt opgelost. Wetten dienen om ontwikkelingsgang van de samenleving te ordenen met de juiste regelgeving. Wanneer wordt gesproken over het recht op grond? Een omschrijving die ik eerder bezig omdat de term grondrechten soms in het verkeerde keel gaat schieten. Komen we tot de conclusie dat er tal van wetten in Suriname zijn die regelgeving met betrekking tot de rechten op grond aanhalen. Zo regelt het burgerlijk wetboek het eigendomsrecht op grond en decreten met betrekking tot uitgifte van domeingrond staan opgetekend in het handvest recht op domeinland. In dezelfde adem noem ik het zakelijk recht van grondhuur en erfpak en het persoonlijk recht van gebruik. Zowel de wet bosbeheer als de mijnbouwwet mogen in dit rijtje niet ontbreken. B zegt dat er veel wetten zijn die aangeven hoe er met de rechten op natuurlijke hulpbronnen moet worden omgegaan. Echter is er geen enkele wet die voor de inheemse en tribale volkeren het recht regelt op de grond welke ze bewonen en bewerken. Kijken we naar de demografie van Suriname, dan zien wij dat Surinamers woonachtig in ons achterland in stamverband wonen op zeer uitgestrekte delen van het land, zonder dat hun rechten op grond wettelijk zijn vastgesteld. Zij beschikken inderdaad over traditionele rechten op de door hun reeds eeuwen bewoonde gebieden, welke traditionele rechten in alle hier eerder genoemde wettelijke bepalingen worden erkend. Echter, voor de wettelijke basis van hun traditionele rechten ontbreekt elk spoor. Als voorzitter van de Nationale Assemblée juich ik het initiatief dat Suriname zich reeds jaren beijvert om deze rechten wettelijk te regelen. De workshop is bijgewoond door verschillende inheemse en tribale volkeren, organisaties en internationale participanten. Er is in verschillende talen gesproken bij de workshop.